Dus welkom op de Markt in Brussel wandeling. Ik heb met Luc afgesproken. Ik ga er een beetje de 1800 de Belgische revolutie van 1830 er een beetje mee vermengen. Dat jullie Nederlanders hebben daar een eigen kijk op, en Belgen hebben daar een eigen kijk op gekregen. En we kunnen dan een beetje door elkaar mengen. Ik denk dat jullie allemaal middelbaar onderwijs hebben gevolgd, en dus jullie een beetje de geschiedenis kennen, de referentiepunten, Willemijn enzovoort. Dus dat ik niet moet uitleggen dat Willemijn is. 1830 verbinden met Marx, dat kan dus omdat je zegt dat je alles met alles kan verbinden. Dus, maar je moet er natuurlijk geen potje van maken. Dat gaan we dus proberen. Dus deze wandeling wordt meestal georganiseerd door het Instituut voor Marxistische Studies, www.marx.be, die dus op het Marxisme, niet nog maar kan eigenlijk bijzeggen, promoot via verschillende initiatieven. We geven een tijdschrift uit Marxistische Studies, 3 à 4 keer per jaar. We hebben een documentatiecentrum op de Kazernestraat, waar dan de ganse bibliotheek is en documentatie alles over Marxisme. En dan organiseren wij ook vaak wandelingen. Dus volgend jaar gaan we naar Parijs. Dus het is de 40e verjaardag van de Commune van Parijs, de eerste socialistische staat in de wereld bestaan heeft gedurende 70 dagen. Maar en we gaan dus gelegen daarvan een weekend in Parijs organiseren vanuit Brussel met de bus. Sommigen van jullie hebben dat al meegemaakt. Ik heb naar Parijs. Dat is voor de publiciteit. Dus waarom vertrekken we eigenlijk voor een marktwandeling precies op deze plaats? De kathedraal, de staatskerk van België. Hoewel dat staat en kathedraal die rustig staat, dat staatskerk gescheiden zijn. Waarom komen we hierbij? Dus hij heeft eigenlijk twee redenen. Dus Marx is eigenlijk als filosoof, want dat was eigenlijk gestart als filosoof, is eigenlijk begonnen met kritiek op de godsdienst. Dus dat was algemeen zo. Wie dat de maatschappij wilde kritiseren, die moest meestal met de kritiek op de godsdienst en een kritiek ook op de filosofie starten. Want eigenlijk de godsdienst beheerste tot in de 19e eeuw eigenlijk het leven en het denken van de mensen. Dus hij is begonnen eigenlijk met een kritiek op de godsdienst en ook op, natuurlijk op de kerk, de katholieke kerk en de protestantse kerk, omdat die dus zo dominant waren. Dus we gaan hier wat vertellen over de verhouding tussen Marx en de kerk. Dus een tweede reden, dat is dat Karl Marx en zijn gezin in Brussel gelogeerd hebben, wanneer zij toegekomen zijn uit Parijs. Zij hebben hier gelogeerd in het Hotel du Bois Sauvage. Dus de eerste weken en ook de laatste weken dat zij in Brussel gebleven zijn, hebben zij hier in een hotel gelogeerd. Daar gaan we het daar straks over hebben. Dus Karl Marx, eventjes de geschiedenis. Waar dat Karl Marx stond, hè, en zijn gezin stond, voor 1845, ga ik even kort schetsen. Dus Karl Marx is geboren in Trier, we organiseren daar ook een dag naar Trier volgend jaar, in Trier aan de Boezel. In 1818. Dus hij was afkomstig van een Joodse familie. Zijn vader was van Joodse afkomst, zijn moeder was van Joodse afkomst. Maar zijn vader had zich laten bekeren tot het protestantisme. Alhoewel dat het Rijngebied daar katholiek was, en het is daar wel vrij katholiek, want vandaag drie nog altijd wordt beheerst door onze lieve vrouw, bovenaan de vallei, domineert. Heeft hij zich toch laten bekeren tot het protestantisme, omdat het eigenlijk iets minder reactionair was dan het katholicisme. Maar hij heeft dat gedaan dus om zichzelf een carrière te kunnen maken en ook zijn kinderen dus eigenlijk te laten integreren in de maatschappij. Zijn vader was jurist en hij had een zeer behoorlijk inkomen. En Marx had dus eigenlijk een relatief gelukkige jeugd. Hij was zeer intelligent en hij is dan gaan studeren, eerst rechten in Bonn. En vervolgens is hij recht gaan studeren in Berlijn. Maar dus rechten studeren, dat vond hij maar niks. En hij is dan filosofie gaan studeren. Wie dan nu filosofie gaat studeren aan de universiteit, zeggen ja, die wil eigenlijk niet even studeren. Ik heb kunstgeschiedenis gevolgd, dat was ook zoiets. Als je niet even wil studeren, deed de kunstgeschiedenis of filosofie. Maar in die tijd, in de 19e eeuw, nu is eigenlijk een top studie, is eigenlijk ingenieur, hè, of fysicus. Maar toen was eigenlijk filosofie. Want eigenlijk was van oordeel dat eigenlijk de maatschappij gemaakt werd dankzij de filosofie. Dus
wie filosofie studeerde, was aan de top. Dat waren topstudies. En in die periode dus van Karl Marx was dus het Hegelianisme dus in de mode. Hegel, dat is dus een kenmerk van het Hegelianisme, is dus idealisme, dus geloven in een god. In een god, alles niet een scheppende god. En het idee is dus eigenlijk dat de mensheid via de geschiedenis eigenlijk komt tot God, tot het absolute inzicht en ook tot de rechtvaardige maatschappij, dankzij de verloop en de strijd doorheen de godsdienst, waarin dat God impulsen geeft. Dat is het idealisme van Hegel, kort samenvat. Maar Hegel is ook een dialecticus, omdat hij verwijst naar de geschiedenis, dat hij zegt dus eigenlijk sinds door de geschiedenis, de omwentelingen in de geschiedenis, die eigenlijk het bewustzijn van de mensen altijd maar stapsgewijs verhoogt. En dat was het nieuw. Dus de idealistische filosofie, die bestond al lang, die bestond al Plato, maar het idee dat dus het leven een strijd is en dat de maatschappelijke ontwikkeling een strijd is, en de geschiedenis een strijd is, dat was, was nieuw en eigenlijk tegen de kerkelijke ideeën in, die zeggen één keer de boodschap gegeven voor alle tijden. Er was een tweede filosoof die populair was, dat was Feuerbach. Feuerbach, dat was een materialist. Dus iedereen was idealist, en zegt dat eigenlijk het idee God, dat determinerend is en de materie eigenlijk min of meer minderwaardig was. Maar hij was materialist, hij herkende geen goddelijk idee, want hij herkende geen enkel God, maar hij herkende enkel de materie. Dat was voor Duitsland nieuw. In Frankrijk heb je dat al eigenlijk met de encyclopedisten, met Diderot, D'Alembert, dergelijke meer. Maar in Frankrijk en in Duitsland was dat nieuw. En hij gaat dus samen met de jong Hegelianen die twee filosofen omhelzen. En zij waren eigenlijk als studenten de gauchisten, de gauchisten van die tijd. En Karl Marx gaat een thesis maken over de materialisten. Materialisten onder andere Epicurus, die wij kennen van het liederlijk leven, maar dat is eigenlijk een materialist die de zaken leven beschrijft zoals het is. En hij gaat daar een thesis over schrijven. Maar die thesis wordt eigenlijk als een provocatie beschouwd en hij krijgt dus geen, hij wilde dus professor worden aan de universiteit, maar hij krijgt dus niet de mogelijkheid om les te geven aan de universiteit omwille van zijn materialistische levensvisie. En hij wordt dan journalist in een progressieve krant, de Rheinische Zeitung. Het Rijnland was na, dus kent Napoleon, die heeft Europa willen veroveren, en na dus de nederlaag van Napoleon heeft eigenlijk Pruisen, het reactionaire Pruisen van de Junkers, het militaristische Pruisen, heeft eigenlijk het Rijnland gekregen. Duitsland was nog verbroken en heeft eigenlijk het Rijnland gekregen. Maar het Rijnland was helemaal anti-Pruisisch, die stond eigenlijk meer onder invloed van de Franse Revolutie en het vrijdenken van de Franse Revolutie. Want op een bepaald moment willen we een referendum organiseren in het Rijngebied. En dus de meerderheid van de mensen, het is niet doorgegaan, maar de meerderheid van de mensen zou normaal gestemd hebben voor aansluiting bij Frankrijk. Alhoewel dus zij eigenlijk geen Frans spraken. Maar dus de ideeën vonden ze belangrijk, die vrijheidsgedachte, die alhoewel dat de Franse Revolutie gekraakt geweest was, daar hunkerden zij nog altijd naar. En de vader van Karl Marx was eigenlijk ook wel een man van de verlichting. Hij was eigenlijk atheïst, maar dus gecamoufleerd achter protestantisme. Dus Karl Marx gaat er in de Zeitung. Eerst als journalist gaat hij daar binnen gaan, maar hij wordt snel hoofdredacteur. Omdat hij zo'n enorme capaciteit heeft. En die krant gaat zich onder andere bezighouden met de klassenstrijd van de gewone man en het leven van de gewone man. Wat dat uniek was. Dus in de kranten, wie kon kranten lezen, waren mensen die letterlijk waren en die meestal een redelijk inkomen hadden. De gewone man kon meestal niet lezen. En hij doet dus bijvoorbeeld, hij gaat dus bijvoorbeeld artikels schrijven over de diefstal van hout. Dus vroeger in de middeleeuwen hadden de mensen het recht van hout te rapen. Op de gronden van de bossen, in de bossen van de feodale heren. Maar door het kapitalisme, waar dat alles waar is geworden en kapitaal is geworden, komt men dus dat rapen van hout op privéterrein, dat het eigenlijk diefstal was. Ja. En dus mensen werden vervolgd omdat ze de sukkelaars hout riepen, raapten om zich te verwarmen of om te koken. Het tweede punt was dat hij de zijde koos van de mensen die in de wijngaarden werkten. En die mensen werkten daar een ongelooflijke lage lonen en hij neemt het op voor die mensen. Wat dus eigenlijk redelijk nieuw was en zeer origineel voor die tijd.
Maar die krant heeft altijd maar meer en meer problemen. Die wordt meer en meer gecensureerd. Die verschijnt regelmatig met witte bladzijden. Hè, ja. Omdat er dus de censuur had toegeslagen. Dus de krant werd gemaakt. Dan kwam de censor. Die zei, die blok moet eruit. Was dus letters, die blok moet eruit, die blok moet eruit, die blok moet eruit. En dus kregen dus eigenlijk dikwijls een krant met een enorme witte bladzijden. De situatie is niet uit te houden en de krant gaat failliet. En dus Karl Marx is het echt beu, die sfeer, die oppressieve sfeer in Duitsland. En hij gaat dus naar Parijs. In Parijs gaat hij aansluiten bij eigenlijk de Franse progressieve beweging. En hij gaat iets opstarten, dat is de Duits-Franse jaarboek. Het Frans-Duits jaarboek. En in dat jaarboek zijn ideeën is eigenlijk, we gaan dus een connectie maken. We gaan een connectie maken tussen het filosofisch denken van de Duitsers, het politiek denken van de Fransen. En later gaat het dan bij Marx gewoon het economisch denken van de Engelsen. Maar dus hij wil die twee grote stromen, Europese stromingen, bij elkaar brengen via dat jaarboek. En in dat jaarboek gaat hij samen, dus maar één keer verschenen, het is direct failliet gegaan. En in dat jaarboek verschijnt een artikel van hem over het Joden, en onder andere over het Jodenvraagstuk. En over het Jodenvraagstuk, dat was een enorm vraagstuk, een beetje hetzelfde probleem met de migranten nu vandaag. Hoe kunnen de Joden zich integreren in de maatschappij? En dus een deel van de mensen zei dus eigenlijk dat de Joden eigenlijk hun godsdienstige overtuiging moesten opgeven. En Marx zegt dan maar elke godsdienst is vervreemdend. Elke godsdienst houdt de mensen af van het ware leven. En hij gaat dus in dat boek een pleidooi doen dat de mensen zich vervreemd eigenlijk, bevrijdt eigenlijk van elk geloof en ook van de staatsideeën, de ideeën die door de staat worden gepropageerd. Want hij zegt eigenlijk de meest vooruitstrevende ideologie, die vinden we terug in de Franse revolutie, en die is samengevat in de rechten van de mens. Waar dat wij nog altijd ook heel veel rechten van de mens, de Fransen. Maar hij zegt dus eigenlijk in feite zelf de rechten van de mens, als je dat goed bekijkt, zijn dat de rechten van, het van de individuele mens. De rechten van de bezittende mens. En dat heeft niets te maken met de rechten van de gemeenschap, het collectief, van de rechten van de collectiviteit. En hij gaat dus de beperkingen van de rechten van de mens, die natuurlijk een geweldige vooruitgang zijn vergeleken met het feodaal denken, gaat hij dus aanduiden dat dat typisch kapitalistisch is en dat dat nog niets te maken heeft met de bevrijding van de mens, die tegenstaat van de bevrijding van het individu samen met de bevrijding van de gemeenschap. Er is zijn vriend Engels, Engels die een ander parcours heeft gehad, Friedrich Engels, die ook een Duitser is, maar meer wat hoger in het Rijngebied van Wuppertal, Darmen, geboren in 1820, die is van eigenlijk een zoon van een kapitalist. En die kapitalist die had dus ook die had textielbedrijven in Wuppertal, maar ook had ook bedrijven samen met een associé in Engeland, Manchester. En dus Engels, die wilde ook filosofie doen, mocht niet, hij gaat dan naar het leger, leert dan de krijgskunst en hij gaat als bijnaam krijgen de generaal, omdat hij altijd geïnteresseerd heeft de rest van zijn leven in de krijgskunst. En hij gaat dan dus vrij snel gaan werken voor zijn vader in Manchester. En daar leert hij niet alleen dus de industrie kennen en het industrieel denken van Ricardo. Maar ook dus de arbeidersklasse. En hij heeft een lief, Mary Burns. En met Mary Burns een losse Ierse die in de fabriek werkt. En met Mary Burns gaat hij dus de levensomstandigheden van de arbeidersklasse in Engeland tegen ontdekken. En hij gaat dus de arbeidersklasse in Engeland, die later gaat uitgebreid worden op een volledige brochure, gaat hij dus het dagelijkse leven beschrijven. En dat is enorm vreselijk. Het leven was eigenlijk niet zwaar, maar er stonden heel wat publicaties in die zin. Ook in België waren er dokters die dus het leven van de arbeidersklasse en onderdrukking beschreven, maar enkel beschreven om de bourgeoisie op te roepen om dus het lijden van de arbeidersklassen te verzachten. Engels niet.
Hij gaat zeggen, kijk, zegt hij, wij krijgen hier een monsterproletariaat die uitgebuit wordt tot het bot voor een kleine minderheid van de klasse. Maar we krijgen ook tegelijkertijd een ontwikkeling van de economie die ongekende grootte kent. Veel verder ons economische product, die veel verder gaat dan de middeleeuwse gilden. Tegelijkertijd de toepassing van de wetenschappen, dat is dus die kapitalisme, is dus op kwestie van productie en de wetenschap een bevrijding. Maar, zegt hij, het is in handen van privé. En indien dat de arbeidersklasse de macht grijpt, kan zij door het socialiseren van de productiekrachten een menselijke maatschappij creëren. Dus een revolutionair idee. Hè? Dus we zijn de 1840. Dat staat daarin en dus eigenlijk een grondgedachte die de marxisten, die de communisten en zelfs echte socialisten nog altijd verdedigen of zouden moeten verdedigen. Dus dat is Engels. En dus die twee zielen gaan elkaar daar ontmoeten en dus Marx die meer vanuit de filosofie via de politiek naar de economie gaat, is het eigenlijk Engels die dus meer van de economie via de politiek eigenlijk bij de filosofie op dat laat marxisme gaat worden. We gaan nu even naar boven. Is die onder de plaat? Ja. Dat is wij. Hervé, kom je wat dichter? Ja, van Luis is toch. Ah. En ik ga met steun van Guus de Morgen Bloem. Een beetje dichter, excuseer, want ik ben een beetje moeilijk voor mij. Anders ga ik plat een band van. In zijn bijdrage had ook Karl Marx, in zijn bijdrage bij de Duits-Franse Jaarboek, ook een artikel geschreven over politieke economie. En daar schrijft hij onder andere zijn fameus idee, hè, godsdienst is opium van het volk. Zeer belangrijk, niet voor het volk, wat daar meestal gedacht wordt. Hè. En daar is een aspect van waar. Hij zegt, de godsdienst, wat is dat in feite? In feite zegt hij, de godsdienst is een aanklacht van de mens ten overstaan van de maatschappij. Dus de mensen leven in ellende en ze projecteren eigenlijk een beter leven in het hiernamaals. Ten tweede is ook de godsdienst natuurlijk, naarmate dat de mensen onwetend zijn, dat de mensheid onwetend is, gaan ze allerlei vraagstukken, waarom komt de zon op en waarom gaat ze neer, gaan ze eigenlijk trachten op te lossen via de godsdienst. Hè. Vroeger dacht men dat dus een zonnewagen, dat welke god dus met een zonnewagen over de hemel ging. Hij zegt eigenlijk, het is opium van het volk, omdat eigenlijk ze hopen dat ze toch in het hiernamaals beter gaan hebben. Maar het is ook opium voor het volk. Het zijn de heersende klassen in de oudheid, in de middeleeuwen en ook in de moderne tijden die de godsdienst gebruiken om de mensen een rat voor de ogen te draaien. De pasters zeggen, de ene kapitalist die heeft de gendarmerie langs de ene kant het leger en langs de andere kant de kwast van de kerk. En ze zeggen, ja... Gij moet tegen de rijkswacht, gij houdt ze kort. En tegen de priester zeggen ze, gij houdt ze dom. Dat was eigenlijk de rol van de kerk en is eigenlijk vandaag nog. Hè. Wel minder. Wat minder, maar toch. Valt toch niet onderschatten. Ja, bijvoorbeeld België, de Belgische staat geeft ongeveer 1 miljard euro subsidies aan de katholieke kerk. Nee, ook het geloof neemt af. Bij de grote mensheid, zullen we zeggen, dat is waarschijnlijk veel beter. Wat ik zie bij de godsdienst, doet ons binnen door tegen de armoede. En naarmate er minder armoede is, er minder godsdienst. Economische en politieke situatie. Je kan de mensheid niet bevrijden van de godsdienst, los van zijn economische en politieke situatie. En hij zegt, het is eigenlijk, je moet de godsdienst bestrijden, ideologisch en propagandistisch, maar je kan het geloof en een godsdienst niet verbieden. Je moet ze zoveel mogelijk beperken, maar je moet ze niet verbieden. Hij zegt, een maatschappij die zich zal bevrijden van kapitalisme, zal zich ook zeer makkelijk en zeer snel kunnen bevrijden eigenlijk van de dwingelandij van de kerk en de bekrompenheid van de godsdienst. We gaan nu even in de kerk binnen. En we gaan, ik denk dat Karl Marx was een Jood en we gaan het over de Joden hebben in de kerk. Waarover gaat het? De Joden zijn altijd gehaat geweest in de maatschappij. Zij waren diegenen die eigenlijk bankierden omdat het christelijke geloof vroeger niet toeliet dat men aan woeker deed. Bankieren is een vorm van woeker. En daarom was dat in handen van de Joden. De Joden leenden dus aan de mensen geld. Maar op alle momenten hadden de koningen of andere heersers hadden, of gewone mensen
zijn al zodanig veel schulden bij de Joden, dat is de gemakkelijkste manier om zich daarvan los te maken, zich daarvan te bevrijden van die schulden, was een Jodenvervolging te organiseren, wel verdiend, want de Joden waren tenslotte verantwoordelijk dat Christus op het kruis gestorven was. Dus men deed niet eigenlijk met al aan rechtvaardig zijn. En dus in de 14e eeuw is er een verhaal dat gezegd, men weet eigenlijk niet wat dat fictie is, begin van de 14e eeuw fictie is of realiteit, is, gaat het verhaal dat er Joden zijn die in een kerk in Brussel, diefstal plegen. Ze stelen daar de kelk, de monstrans enzovoort, enzovoort. En ze gaan daar mee naar huis en zij, uit haat tegen het christendom, doorboren ze die hosties, die gaan voor Christus, doorboren ze met een dolk. En die hosties beginnen te bloeden. Dus zij raken in paniek, hè, en uiteindelijk worden ze gearresteerd en ter dood veroordeeld. En uit dankbaarheid, de kelk en zo gaan terug naar de kerk, en uit dankbaarheid voor dat mond, voor dat mirakel en het terug recupereren van die monstransen en kelken, gaat dus de kerk hier een kapel organiseren, de kapel der sacramenten. En dat ging hier vol met boeken die eigenlijk het ganse verhaal van de diefstal van de Verenigde Nederlanden, dus Noord- en Zuid, die verenigd waren, geworden in 1815. En in 30 komt er daar dus een protestbeweging tegen, die uitloopt eigenlijk op de burgeroorlog. Tegen de Nederlanders en onafhankelijkheid gaan uitroepen in het najaar 1830. En een van de martelaren van de Belgische Revolutie is vreemde aartsbisschop van België. Dus geboren in 1851 en gestorven in 1926. Waarvoor is hij gekend? Hij is gekend bij de Belgen als dus diegene die tijdens de Eerste Wereldoorlog opgeroepen heeft tot passief verzet tegen de Duitse bezetters. Dat is op zichzelf positief. Hij is gekend bij de Vlamingen of voor de Nederlandstaligen. Mensen, moet ik wel forsing doen. Bij de Nederlandstaligen in België is hij gekend omdat hij eigenlijk een anti-Nederlandstalige was. Dus hij vond eigenlijk het Vlaams of het Nederlands eigenlijk een taal van de burgers. En hij vond dus niet dat het Nederlands dus moest geëmancipeerd worden in Vlaanderen. Dus in die periode was de officiële taal nog altijd grotendeels in Vlaanderen was het Frans. De ganse bourgeoisie in de betere klasse sprak Frans. Het onderwijs was in het Frans. En er was een emancipatiebeweging van de kleinburgerij voor het Nederland, een echte progressieve beweging. En die heeft hij dus enorm tegen verzet tegen de vernederlandsing van wat dat vandaag Nederlandstalig België is. Maar hij is ook gekend bij de communisten, alhoewel niet zo goed. Dus hij zegt 1851, 1929, dat wil ook zeggen dat hij de Oktoberrevolutie heeft meegemaakt van 17. En toen zijn er tussen de periode 1721, zijn er heel wat Wit-Russen in de burgeroorlog, uit Rusland, dikwijls naar Parijs, maar ook naar Brussel. En hij heeft dus, de katholieke kerk, heeft dus de weeskinderen van de witten, dubbel objectief, communisme te vernietigen, ten tweede de katholieke poot in Rusland, de poot van de katholieken en van het Vaticaan te verstevigen. Dat is natuurlijk gelukkig mislukt. Eigenlijk die u helpt van uw aandelen te doen renderen. Vroeger was dat hier veel duidelijk dat dat van Peter Kan was, maar nadat de mensen, zoveel mensen veel geld verloren zijn door het ineenstorten van de beurs, stelt Peter Kam zich wel wat bescheidener op. Waarom dat we hier dan stoppen, ga ik het gebied uitleggen. Dus Karl Marx, moet dan terug aansluiten bij Karl Marx. Dus Karl Marx was in Parijs, hij heeft daar het Duits-Franse jaarboek uit, maar hij werkt meer aan een krant, de Duitse oppositiekrant. En in die krant schrijft hij onder andere de sociale leer van de kerk, want die bestond al, sociale leer, dat is eigenlijk de leer van het canaille. De proletariaat wijst dergelijke sociale leer van de kerk radicaal af. Duidelijke taal. En dus de Pruisse regering ging bij de Franse reactionaire regering, Guizot, druk uitoefenen om te zeggen, Karl Marx, je moet die eigenlijk buiten gooien. En de andere revolutionairen moeten buiten gooien, want Parijs zat vol Duitse revolutionairen en andere revolutionairen. En dus de Franse staat gaat Karl Marx uitwijzen.
Dus Karl Marx gaat dus daarvoor, gaat daarom Frankrijk moeten verlaten en hij gaat naar Brussel. En waar dat hij terechtkomt in Brussel, samen met zijn gezin, is dus hier in de Hotel du Bois Sauvage. De hotel was aan de andere kant waar dat nu de Nationale Bank is. Marx heeft altijd iets gehad met banken. Maar die hadden een bijhuizen, dus, en die hadden bijhuizen, dus wel meer studio's, verhuurden ook studio's. En een van die studio, in de huizen waar dat studio's waren, waar dan Marx dus enkele maanden gezeten heeft, op het einde, in het begin en het einde, was dus hier in een bijhuis van de Bois Sauvage. En die directeur die vroeg aan de stad Brussel, heeft eens gevraagd, kan je mij geen papier, een officieel papier, geven waarin dat u bevestigt dat Karl Marx hier het communistisch manifest heeft geschreven. En inderdaad, het kapitaal heeft geschreven. En inderdaad, Karl Marx woonde hier wanneer hij, en dat waarschijnlijk hier ook niet heeft, het communistisch manifest geschreven, maar het kapitaal niet. Het kapitaal is pad in 67 geloof ik, in Londen uitgegeven geweest. Ik weet niet of dat hij zijn oorkonden heeft gehad of niet, maar dus de bourgeoisie houdt er op haar manier nog altijd rekening en verwijst toch nog op een of andere manier toch nog graag naar Karl Marx. Karl Marx is hier toegekomen samen met zijn vrouw. Wie was zijn vrouw? Dat was Jenny van Westfalen. Die vond, zegt ik al direct, dat was eigenlijk een adellijke dame van een adellijke familie, maar haar vader was een vooruitstrevend libertijn denker, maar het bleef toch een adellijke afkomst. En die dame was natuurlijk een leven gewoon dat redelijk luxueus was. En ze kwam eigenlijk bij Marx, waardoor dat ze onder haar stand gehouden werd, dat ze zeggen. En dus eigenlijk zal zij de groot van haar, een deel van haar leven eigenlijk dus een zeer ellendig bestaan hebben. En zij zullen van hun 7 kinderen er eigenlijk 4 verliezen. Oei. Ja, dat was wel schering in aanslag in die periode. Maar dus dat was wel bijzonder veel, een deel van die kinderen zou toch wel blij in leven gebleven zijn, zeker zijn zoon Edmund, indien dat de situatie van Karl Marx minder zwaar zou geweest zijn. Het is dus vooral dankzij het geld. Hij verdiende wat geld met journalisme of boeken, voorschotten op boeken die hij niet geschreven heeft. En hij heeft anderzijds boeken geschreven dat hij nooit een cent voor kreeg. Dus hij trok zich eigenlijk weinig van financieel, was hij eigenlijk een dikke nul. En dus het is dikwijls zijn vrouw die dus geld gaat gooien bij haar moeder. Hè, en vaak haar zilverwerk dat ze gekregen had, hè, zilverwerk met de adellijke motieven, gaat geven aan de berg van barmachtigheid om te kunnen over. Die zijn dus gewoon doodgegaan van de honger. Niet doodgegaan, ze hebben geleefd, want die kinderen zijn dus wel niet verzorgd geweest, de bronchitis gehad enzovoort, omwille van de warmelijke omstandigheden, de koude, de vochtigheid in Londen. Oké. Okay. Zit je dit erbij? Dus men heeft dat eigen overgenomen van een idee van Frankrijk. Ik weet niet of dat jullie ook in Nederland... Nee, jullie hebben niet meer dan de Eerste Wereldoorlog. Dus wij zijn jullie hebben daar niet aan meegedaan. Wat dat de Belgen zeer boos voor zijn. Daar ga ik het straks over hebben. Dus maar in feite is dit monument eigenlijk voordat een onbekende soldaat er was. En de officiële benaming is eigenlijk de congreskolon en voluit de kolon van het congres en de Belgische grondwet. Het is dus eigenlijk een allegorisch monument met een allegorisch verhaal over dus de onafhankelijkheid van België en de instelling van de Belgische staat. Staat ook op, hè? September 1830. Ja, en dus men gaat naar de vorm van een Trajanuszuil, gaat men dit hier 1850, gaat men dit hier officieel inhuldigen. Leopold I, die bovenaan staat, 9 meter hoog, hè, en die dan koning is in België, die gaat niet deelnemen omdat hij dat een beetje gênant vindt, dergelijke personen kunnen dus.
Maar de rest dus van het officiële België gaat hier aanwezig zijn. En het is dus een moment dat ode is aan België. Dus je ziet, daar kan ik hem al graag een beetje uitleggen. Links zie je de namen van de voorlopige regering. Dan de belangrijkste figuren van het Nationaal Congres. Van wie gaat het daarover hebben? Dan zie je hier stukken van de Belgische grondwet die beschreven zijn. En dan september 1830, dat zijn dus de dagen dat er voor de onafhankelijkheid van België gevochten wordt. En dat de Hollandse troepen, dat nog België tussen, van Verenigd Nederland waren, worden weggejaagd. Geld met elkaar. En dat zou dus een van de meest primitieve vormen geweest zijn van de takbond. Maar dus die eigenlijk wel vrijheid van organisatie alleen voor de heersende klasse bij elkaar komt. Oorspronkelijk ging het Nationaal Congres de Republiek uitroepen, maar door de druk van dus het Congres van Wenen, die dus eigenlijk tot bestaan van België hij eigenlijk illegaal vond. Dat is eigenlijk een beetje de NAVO van toen eigenlijk. Die vond dus de vorming van België illegaal, omdat tegen daar sprake was van het Nationaal Congres, waar dat dus de zuidelijke Nederlanden met de noordelijke Nederlanden waren samengevoegd. Maar onder druk van de Engelsen, vooral de Engelsen, die dus het heel interessant vonden van dus dat Verenigd Koninkrijk, dat economisch, op economisch, financieel en op handelsterrein, en ook koloniaal meer en meer begon te betekenen, vonden de Engelsen dat, die alhoewel dat ze mee aan de geboorte hebben gestaan aan de Verenigde Nederlanden, vonden het interessant van dus België te splitsen. Van dus de Nederlanden te splitsen. En dus de Engelsen gaan dus eigenlijk een vaste poot krijgen gedurende de eerste eeuw van de 19e eeuw in België. Bijvoorbeeld, wij hebben hier de spoorwegen voor gehad. En er kwamen dus heel veel ingenieurs, Engelse ingenieurs hier werken. En onder andere deze spoorwegen zijn dus aangelegd geweest door ingenieurs, Britse ingenieurs. Het gerechtsgebouw dat we straks gaan zien, hè, het grote gerechtsgebouw daar in Brussel, dat is eigenlijk ook de ingenieurs waren Britten. En ze zeggen Poulard, de architect van Poulard, dat is een monument ook van Poulard, trouwens een vroeger werk van Poulard, de architect Poulard die dat monstergedocht van dat gerechtsgebouw heeft gezet, die werkte met Britse ingenieurs en dat waren zijn chief architects. En de Brusselaars, die noemden Poulard de scheve architect. Dat kan nu wel zijn, dat de scheve architect was. Maar oorspronkelijk komt het eigenlijk van chief architect. Eigenlijk dat was onder Willem de Ene, die heeft dus eigenlijk wel een zeer progressief beleid tegenover het onderwijs gevoerd. Dus de vroeger was eigenlijk het lage onderwijs was zeer, zeer, zeer slecht als zijnde niet onbestaan. En bij het vroegere België, begin van België, ook zeer onbestaan. Maar het is onder Willem I dat er eigenlijk impulsen geweest zijn dat de staat het onderwijs op zich zou nemen. Dus van Willem I kan je zeggen, hij is een koning koopman. Te veel koning om een goede koopman te zijn, te veel koopman om een goede koning te zijn. En dus de man die is intelligent en die zegt, als arbeiders in de mijnen moeten gaan werken, in fabrieken moeten werken, moeten zij kunnen rekenen, moeten ze een manometer kunnen lezen, moeten ze kunnen noteren en dergelijke mee. En daarom gaat hij ervoor zorgen dat de kinderen naar school kunnen gaan. Maar dat waren allemaal staatsonderwijs en hij gaat dus de katholiek onderwijs beperken, omdat dat eigenlijk niet omwille van politieke redenen, maar omdat dat eigenlijk zo slecht onderwijs was. Dat was vooral onderwijs, catechismus en dergelijke meer. En dus wanneer dat de Belgische revolutie gaat slagen, gaat dus een van de grond in de grondwet staan, groot recht is het recht, het vrijheid van onderwijs. En dat is natuurlijk de vrijheid van de katholieke kerk om onderwijs te geven. Dus dat is eigenlijk tot in vandaag, heb je dus in België een geweldige verzuiling van de verschillende onderwijssystemen. Waar dat de katholieke zuil nog altijd over is. Dus als je woorden, en dan leert het marxisme, als je woorden gebruikt als rechtvaardig, vrijheid, gelijkheid, dan moet je altijd de vraag stellen, gelijkheid voor wie, vrijheid voor wie en vrijheid voor wat. Dan moet je altijd die vraag erbij stellen, anders denk je altijd vrijheid in het algemeen, dat bestaat gewoon. De symbolen van de 9 provincies, en nu zijn het er 10 geworden, omdat de provincie Brabant in 2 gesneden is. Waals-Brabant en Vlaams-Brabant.
Dus wij in België zijn nogal heel wat, in België leven nogal wat, heel wat nationalisme. Je hebt dus eigenlijk het Belgisch nationalisme dat telkens verdwijnt is, met het Vlaams nationalisme, met het Waals nationalisme. Maar je hebt ook het Brabants, want dat kennen maar enkele mensen die daar aanhangen van zijn. Het Brabants nationalisme. Dat zijn mensen die niet kunnen verdragen van Vlaming genoemd te worden. Dus Van Istendaal, ik weet niet of je die naam iets zegt. Geert Van Istendaal, die zijn een keer in een conferentie. Ja, zegt hij, en tegenwoordig maken wij de derde scheuring mee van Brabant. Die mens vond dat verschrikkelijk, dat eigenlijk al door de in elkaar rukken van de Nederlanden, hè, van de 17 provincies, dus dat de Noord-Brabant gescheiden geweest is van Brabant, van Zuid-Brabant. En bovendien, zegt hij, door de Belgische staat is dan op Antwerpen afgescheurd van Brabant. En nu hebben we de derde scheuring, hè, de scheuring tussen Vlaams en Waals Brabant. 31, let op de datum, 1831 is de nationale feestdag van België. De Franse Revolutie heeft plaats de 14 juillet, de 13 juli 89, en wordt als dusdanig gevierd als een revolutie. De Belgen hebben gezegd, wij willen zeker niet de dagen, de nationale onafhankelijkheid, de nationale feestdag doen op 24, 25 of 26 of 27 september, wanneer dat de gevechten er geweest zijn, maar wij doen het op wanneer dat de koning Leopold I de troon bestijgt in 1831. Op het moment eigenlijk dat de revolutie eigenlijk volledig gerecupereerd geweest is door de eerste de klasse. En dus dat lijkt op een gekke situatie van vijf jaar geleden de 175ste verjaardag van België, de 21ste juli. Dat was 175 jaar België, maar dat was eigenlijk nog niet, dat moest nog een jaar wachten. Enfin. Maanden geleden is ze terug op haar plaats gezet geweest, er is een enorme storm geweest en de bliksem is ingeslagen op dat bronzen beeld en dat is de vrijheid van pers. Oh, tof idee, vrijheid van pers. He, iedereen mag het zijn, schrijven. Ja, maar dan moet je ook in een historische context plaatsen. Wie las de pers? Mensen die konden lezen. Wie kon zich een krant kopen? Mensen die geld hadden. Want in het vroeger als je een krant uitgaf, mensen kennen dat bijvoorbeeld. Vroeger moest je als je een fietsje uiting, moest je een zegel betalen. Een taxzegel opzetten. En wel, vroeger moest men zo per krant dat men kocht, verkocht, moest je eigenlijk ook een tax betalen. En meestal was dat te duur om de gewone mensen dat te laten kopen. Ja. Vrijheid van pers, maar dus, je ziet het symbool van de pers, zie je dus daar. Maar dus natuurlijk alleen vrijheid van pers voor de heersende klasse en voor de rijk. Hier heb je dat het meest schandalig monument, dat is eigenlijk de vrijheid, mensen noemen de vrijheid van godsdienst, maar dat is het niet. Het is eigenlijk de vrijheid van overtuiging, de vrijheid van overtuiging, filosofische overtuiging. En dat is dus eigenlijk wat je kan noemen de vrijheid van godsdienst. En dat is wel belangrijk ook. Fundamenteel recht, dat staat natuurlijk volledig in dienst van de katholieke kerk. Omdat de katholieke kerk serieus was stompen onder een rat had gekregen van Willem de Eerste. En die gaat haar machtspositie heel sterk maken wanneer in het onafhankelijk België. Maar dat was ook een zekere druk van de liberalen. Die zeiden de vrijheid van cultus. Niet godsdienst, cultus. Die zeiden wij moeten neutraler zijn, dat wordt niet de vrijheid van cultus. Cultus, dat kan een godsdienst zijn, maar dat kan ook de loge zijn. Maar de katholieken hadden toch de puntjes op de i te zetten. Wat hebben ze aan de zijkant gezet? Ja, de kelk. De kelk. En een verwijzing naar Christus. En dan de tien geboden. De tien geboden verwijzen naar het Oude Testament. Dus, Karl Marx die gaat naar Brussel komen. En waarom gaat hij naar Brussel komen? Omdat hij dus België eigenlijk vindt dat was eigenlijk de meest liberale staat. We beschrijven hoe liberaal dat hier was, welke vrijheid dat er was. En Marx vond dat zeer goed, twijfel tussen België en Zwitserland. En hier in België, in Brussel, heeft hij dus wat dat je kunt noemen een spinnenweb georganiseerd van contacten over Europa en zelfs tot in Amerika. Hij zei de post die werkt hier uitstekend. De treins, we zijn 1835, 10 jaar treins, maar dat is een enorm snelheid. De treins rijden goed en op tijd, zowel naar Parijs, naar Amsterdam, naar Keulen en naar Londen via de overzet. En hij vond dat uitstekend en hij zei dus dat hij dus die in situatie van relatieve vrijheid kon werken. En dat is inderdaad zo geweest in de beginfase. Voilà, dan gaan we naar het straat van het Koninklijk Paleis en eigenlijk nog verder tot het Paleis.
tot het Koninklijk Paleis, de werkplek van de koning, het andere Koninklijk Paleis, de leefplek van de koning, helemaal daardoor. En als er middenin heeft iemand die kerk gezet. Ja. Daar is het paleis van de koning. We gaan daar even een stuk over hebben. Maar dus eigenlijk, dat was vroeger in de 19e eeuw de hoofdas, maar nu niet meer. We worden nu eigenlijk de rijken, de heersende klassen, die wonen in de bovenstad. Dat gebeurt nu in de benedenstad. Op het park van Brussel. En eigenlijk kan men zeggen dat dit de rechthoek van de macht is van oude België en eigenlijk nog een beetje van het huidige België. Enerzijds heb je dus de wetgevende macht, het parlement daar. Dan heb je ginder de uitvoerende macht met de residentie van de eerste minister. En dan heb je de koninklijke macht, dat is het Koninklijk Paleis. En dan heb je eigenlijk de geldmacht. Dat was de Société Générale die daar was. Nu, Karl Marx heeft moeten beloven dat hij zich niet met binnenlandse politiek ging bezighouden. Maar hij heeft zich wel natuurlijk wel met politiek bezighouden. Interessant als je het marxisme wilt leren kennen, is eigenlijk de analyse die Karl Marx maakt en de rol die Karl Marx toebedeelt aan het parlementarisme. Ook vandaag zegt men dus eigenlijk het twee systemen. Democratie, meer partijstelsel, vrije markt wordt er meteen aan verbonden. En anderzijds dictatuur, planeconomie en eenpartijenstelsel. Karl Marx legt uit hoe is het parlementarisme er gekomen, zonder te spreken over de parlementaristische voorgeschiedenis in Engeland. Hij zegt eigenlijk in de Franse Revolutie gaan de verschillende fracties van de bourgeoisie organiseren in verschillende clubs en in verschillende fracties binnen het parlement, conventie en later het parlement. En het is eigenlijk het parlement dat dient eigenlijk om op een relatief vreedzame manier, lukte niet altijd, eigenlijk de tegenstelling tussen de verschillende groepen bourgeois uit elkaar te bevechten. En je had eigenlijk drie grote, de bourgeoisie was drie grote delen. Enerzijds had je de grootgrondbezitters, dat was hoofdzakelijk de adel. Ten tweede had je de, wat dat we noemen de KMO's toen, industrieel kapitaal, wat we vandaag zeggen, dat nog relatief zwak was. En ten derde had je dus het financierskapitaal, vooral de handel. En die voerden dus wel een verbitterd gevecht onder elkaar. En elke Franse revolutie, na de grote Franse revolutie, de revolutie van 1830-48, gaat eigenlijk verschillende keren gaat dus een fractie van die bourgeoisie het volk oproepen om te vechten om die andere fractie eigenlijk het regime uitvoerende macht in landen zou komen. Maar dus de parlementaire machtigheid is eigenlijk de vertegenwoordiging die verschillende strijd, dat gevecht tussen die verschillende fracties. Maar hij zegt in de mate dat de arbeidersklasse met haar klompen gaat kloppen op de deur van het parlement, gaat eigenlijk, en naarmate dat eigenlijk de tegenstelling binnen het kapitaal oplost, de voordeel van het groot kapitaal, het financierskapitaal, die de eigenlijke financiële en economische macht gaat vormen, het belangrijkste, gaat eigenlijk de rol van het parlement verminderen en gaat men het parlement doen verminderen. En hij zegt dat eigenlijk wordt meer en meer een poppenkast. De grote beslissingen worden niet meer in het parlement genomen. Dat is ook zo, mijn verhouding in het parlement, in de Senaat, dat is eigenlijk, er komt volk wanneer het moet gestemd worden. En dat is gestemd volgens de partijdiscipline. En eigenlijk is het de regering die benadert de weinig wetten die voorgesteld zijn vanuit de parlementsleden zelf. Dus eigenlijk die rol, die dynamische rol voor het kapitalistisch systeem in het parlement, ook speelt het in de beginjaren, die gaat helemaal verwateren. En hij zegt wanneer dat, en men gaat eigenlijk meer en meer een dictatuur hebben van de uitvoerende macht. Het gaat de uitvoerende macht zijn, de regering, het gerecht en de politie en de repressiekrachten die eigenlijk het land gaan beheren en niet meer het parlement. En naarmate dat niet houdbaar is, gaat men beroep doen op een dictatuur. En dat gaat inderdaad zo in Frankrijk zijn. In 1850 had Napoleon III niet verwacht en Napoleon I, de kleine, maar zijn neef Napoleon III, Michel Fernandez, die gaat eigenlijk een staatsgreep verrichten en die gaat een militaire dictatuur instellen. Dus een militaire dictatuur, dat is ook typisch, neemt Chili. Men dacht links was content dat Allende aan de macht gekomen was. En ze zeiden links en de communisten, zie je wel dat de arbeidersklasse de macht kan krijgen via het parlementair systeem. En dat was natuurlijk buiten bewaard gekregen. Dat is dus dat de dictatuur heeft ingesteld. Eigenlijk die grondideeën wat parlementarisme is, staan daarin uitgelegd.
Later zal het vraagstuk komen, wat moeten arbeidersklassen met dat parlement doen? Moeten we daar ingaan? Ja, zegt Engels vooral, we moeten daar ingaan om dat als een tribune te gebruiken. Om dus onze eisen en onze strijd kenbaar te maken en mogelijk om hervormingen door te drukken. Maar we mogen niet de illusie hebben dat de arbeidersklasse ooit via het parlement de macht kan grijpen. Dat is niet te doen. Wat moet de arbeidersklasse doen na de revolutie? Hij zegt, Karl Marx zegt, we moeten het parlementair systeem tot op de grond afbreken en een nieuw systeem oprichten. Hij zegt in 1851, hoe dat systeem er zal uitzien, dat weet ik niet. Dat zal de toekomst en de arbeidersklasse uitmaken. In 1871 neemt de arbeidersklasse en de macht over in Parijs gedurende 70 dagen, na het verpletterd te worden. En zij gaan dus de commune van Parijs stichten en het gaat dus de verschillende wijken gaan in wat wij later raden zouden noemen, gaan de macht uitoefenen. En Engels en Marx zullen zeggen, wilt je weten wat dat een dictatuur van het proletariaat is, wat dat socialisme is, kijk naar de commune van Parijs. Lenin gaat ook zijn lessen trekken uit de commune van Parijs en gaat daarom het Sovjet-systeem doen. Dus dat zijn de arbeidersraden, de raden van de boeren en de raden van de soldaten die eigenlijk de macht gaan uitoefenen. Met de partij als de voorhoede organisatie. Verder naar een volgende Société Générale. Société Générale, die eigenlijk eer wie hier goed komt, opgericht geweest is door Willem I. Willem I die wilde eigenlijk in België en nog een beetje later in zuidelijke Nederland en nog een veel investeren. Want hij zegt dus, die het Verenigd Koninkrijk zet een amalgam, is met Frans, hè, zet een amalgam parfait. Hij zegt dus, wat zijn de sterke punten van Nederland? We hebben handel, we hebben koloniën, we hebben geld. Wat zijn de sterke punten van de zuidelijke Nederlanders, vanaf nu uit België? Dat is eigenlijk, zij hebben grondstoffen, ijzererts, kolen, en zij hebben een begin van industrialisatie dankzij Napoleon. Dus indien dat we dat samen kunnen brengen, dan staat ons enorm perspectieven te wachten. Dan kunnen we zelf op termijn Engeland evenaren en zelf verslaan. Dat was juist. En hij gaat dus hier om de investeringen aan te moedigen, gaat hij hier de Société Générale, de maatschappij van huis, lijst, oprichten. En hij gaat daar de belangrijkste aandeelhouder van zijn. En hij gaat dus onder andere Coquerel aanmoedigen, hij gaat de investering financieren, de textielindustrie, de staalindustrie, met onder andere Coquerel, maar ook de textielindustrie in Verviers en in Gent. Dus als onderpand had hij het Soniewoud, Willem de Eerste. Maar dus met de Belgische revolutie gaat dus een groot deel van de beheer aan, die eigenlijk de kat uit de boom had gekeken, maar die dus zaken Engeland, die eigenlijk de grote financiers waren, zich kapitaal waren, dankzij de Rothschilds, dat die de kant kozen van het verkocht in België. De Fransen, die ook heel veel groot kapitaal op België ondersteunden, hebben ze gezegd, ja, we gaan dus... Willem I, de grootste aandeelhouder, in de steek laten. En zij gaan dus de kant kiezen van België. En eigenlijk de Société Générale wordt in het nieuwe België eigenlijk de nationale bank. Er bestond geen nationale bank, maar zij drukten het geld. En het zijn de Rothschilds die eigenlijk de nationale bank van België gaan, eigenlijk, de Société Générale grotendeels gaan overnemen gedurende een tiental jaar. De Rothschilds, die hadden, dat was het financierskapitaal van toen, die hadden huizen in Londen, Parijs, Wenen en dan ook in Brussel. Die beheerden eigenlijk het Franse geldwezen in Europa. En zij hebben eigenlijk gepusht dat België onafhankelijk zou worden. En die hebben een van hun knechten koning laten worden, dat was Leopold I. Leopold I was de stroomman eigenlijk van de Rothschilds. Het heeft lang geduurd tot in de jaren 50. Dan is er pas een andere bank geweest en uiteindelijk is de Nationale Bank gekomen. De Société Générale die is eigenlijk de financierskapitaal die eigenlijk de industrie van België eigenlijk heeft bepaald. Dus de textielindustrie tot in de jaren 70, Uco bijvoorbeeld in Gent, was in handen van de Société Générale. De glasindustrie in handen van de Société Générale, de staalindustrie in handen van de Société Générale, de mijnen grotendeels in handen van de Société Générale. Banken. En dan had je de financiële vleugel, de bankwereld, dat was ook in handen van de Société Générale. Men noemde het eigenlijk de muur d'argent. Ik had een vriend van mijn vader, die werd aan de Nationale Bank en die zegt, kijk, wat dat wij ook in België willen veranderen of doen, wij moeten altijd langs de Société Générale
passeren. Het is een muur d'argent. Indien dat zijn muur oprichten voor een of andere hervorming, dan kunnen we daar niet doorheen. Eigenlijk geldt hij eigenlijk zeer duidelijk toe dat, dat men leefde onder de dictatuur van het financiële kapitaal. Dus dan, naarmate dat België, dat Europa, dus de verschillende bourgeoisies van in Europa, groot Europa wilden, is eigenlijk de rol van België en de bankwereld in België in elkaar gestuikt en is de Société Générale financiële vleugel is overgenomen door Fortis en nu bij dus BNP Paribas gekomen en dus de holding met de bedrijven die is in handen gekomen wat dat van Rome schiet in handen gekomen van de Suez of van de Frans. En de reet van de Benedetti? De Benedetti, ja, dat is een heel pijnlijke zaak. Dus de Benedetti was eigenlijk een bedrieger. Een bedrieger geweest, die wilde er dus zijn hand op leggen in Société Générale. Dus een boek uitgegeven door EPO. De geschiedenis van Société Générale door Jokop, interessant. En de Benedetti was dus een financierskapitaal, de man die Olivetti, de man van Olivetti. Maar uiteindelijk is hij een bak gevlogen, op de einde bak gevlogen, wegens de schoemen. Die wilde dat overnemen. En dus de socialistische partij en zelfs de vakbonden steunden het bod van Benedetti. Want ze zeiden dat is het industrieel kapitaal en niet het financierskapitaal. En dikwijls de socialisten, die socialistische partij die zegt dat ah ja, we zijn tegen het financierskapitaal. We zijn tegen het parasitair kapitaal. Maar we zijn voorstander van het industrieel kapitaal. Maar dat is zodanig met elkaar verweven. Het financierskapitaal controleert eigenlijk de industriële wereld. Als er een crisis is in de financiën, heb je een terugde weerslag op de industrie. Dus dat was eigenlijk heel pijnlijk, die affaire van Benedetti. Het is natuurlijk, Benedetti heeft het daar moeten liggen, maar dat de vakbonden dat steunden. Het is eigenlijk het monument van Bejaard. Iedereen kent de Beljaardstraat. Ik ben hier Nederlander. Nee, de Belg kent de Beljaardstraat. Van Frans en Ru Bejaard. Maar niemand weet wie dat Bejaard is. En Bejaard bestaat helemaal niet. Dus dat was een Franse generaal van Napoleon. Maar dus wanneer dat België onafhankelijk geworden is, heb je dus, heeft de Nederlander geprobeerd, de Hollanders geprobeerd, van dat terug in te palmen. En hebben ze een oorlog gelanceerd in augustus, de Tiendaagse Oorlog, in augustus 1831. En het is dankzij zijn tussenkomst dat eigenlijk de Franse troepen zijn tussengekomen. Hij was hier ambassadeur in België. De Franse troepen zijn tussengekomen, zeer tegen de zin van de Engelsen, maar het moest wel, om de Hollanders terug te krijgen. Daarom uit dankbaarheid hebben ze dat monument opgericht. Na zijn dood, Bejaard, hebben ze een van de belangrijkste straten, de kinderlooptijd, de Rue Bejaard. Ik ga het Hier zijn we aan het Koninklijk Paleis, dus ze zeggen altijd, ja, het is eigenlijk een van de grondvesten van de macht, maar men zegt eigenlijk, we zitten in een constitutionele monarchie, de koning heeft weinig te zeggen. Maar dat is eigenlijk niet waar. Nu kunnen we zeggen, ja, gelukkig wel, misschien was België al aan het gevallen. Dus eigenlijk, hij is toch de man degene die dus een formateur aanduidt. En ook in crisismomenten is het Koningshuis dikwijls tussengekomen. Leopold III, coöperatie met de Duitsers en dergelijke meer. Boudewijn de Heilige, die heeft bijvoorbeeld geweigerd van het abortuswetgeving te ondertekenen. En die hebben ze dan onbevoegd verklaard voor één dag. Zodanig dat als een typische Belgische hocus pocus, dat het toch weet. Dus die hebben toch nog wel een reële macht. Ja. Dus eigenlijk eer wie hier toekomt, dat was eigenlijk twee aparte hotels, dus dat gebouw, ik heb hier niet over verblijfplaats, gasthotel. Maar twee hotels van die dat genre die daar stonden en daar stonden, die met elkaar verbonden waren. En die heeft Willem I zijn Koninklijk Paleis georganiseerd, ingericht. En het is Willem I was echt, die probeerde, een paar term zat hij in België, een paar term zat hij in Den Haag. Dus het Staten-Generaal, dus het huidige Belgische parlement, is eigenlijk begonnen als Staten-Generaal. En dus hij zat part-time hier en part-time. En hij wilde dus oprecht een eenmaking van beide bevolking. Dus later Leopold II, die vooral dankzij de koloniën, Belgisch Congo en nog veel kapitalen heeft kunnen aantrekken, die dus hier een proxerige voorgeven heeft laten zetten met de zuilen en dergelijke. Kijk naar Rubens bijvoorbeeld, die schildert 9 zwarten. Dat was exotisch, men had een mond dat niet minder waardig.
maar die dus met kolonialisme, dat eigenlijk de minderwaardigheid van het idee dat de zwarten minderwaardig waren, binnengedrongen, ook binnen de arbeidersklasse. Dus nationalisme bestrijden, racisme bestrijden, is een fundamentele taak van de arbeidersklasse. Maar ik zeg, we kan wel aan nationalisme, en we noemen het beter patriotisme, aanvaarden wanneer een na 19 in loop van de 20e eeuw is van heel veel afgekomen. Zelf het Huis van de Arbeid van de ABVV, dat was een AVCO'er van Porta, dus dat heeft hem ook met de grond gelijk gemaakt. De stukken die zitten allemaal op elkaar gegooid en je kan dus eigenlijk normaal heel. We moesten dus het nazi-idee bijbrengen en dus België was een normale jonge staat die geen verleden had. En dan heeft men eigenlijk een verleden gaan beginnen zoeken. Dan heeft men gezocht in de geschiedenis welke zijn belangrijke personages dat we al een Belgische stempel kunnen opzetten. En dat was eigenlijk het idee van Pirenne, die de geschiedenis van België geschreven heeft, een redelijke boek, goed wetenschappelijk. En hij zei dus eigenlijk, de mythologie gecreëerd, de mythe België, dat eigenlijk, we hadden de oude Belgen. Onder Julius Caesar had daar gelukkig één zin over geschreven, dat paste de Galliërs. En dus hij heeft gezegd, dus België bestond toen eigenlijk al. En dus eigenlijk heeft de Belgen, die hebben eigenlijk een pelgrimstocht van dus meer dan 1800 jaar meegemaakt om eigenlijk als natie te worden. Volk wordt staat. Dus de Vlamingen bijvoorbeeld, die zeggen wij zijn vreemdelingen in ons eigen land. Vlaanderen, volk wordt staat. Dat is dus een gedachte. En in feite, nationalisme, Vlaams nationalisme, is eigenlijk vanuit de romantiek, met het idee dus, de bourgeoisie het idee brengt dat een volk staat moet worden. En dus men heeft dan zoeken in de geschiedenis naar helden. En men is dus gevallen op Godfried van Bouillon, die eigenlijk de leider was van de eerste kruistochten. Die in 1100, dus 1900, Jeruzalem heeft veroverd en daar iedereen uit gemassacreerd heeft. Maar dus men heeft daar een Belg van gemaakt, omdat men dus behalve kunstenaars, politici, ook een militair nodig had. En daar heeft men dan een militair gevonden. En hij was Belgisch, handig Belgisch, want hij had dezelfde eigendommen in Bouillon, in Wallonië, bij Anne-Semois, maar ook in Boulogne, aan de Noordzee. En dus het was een mengeling van. Het was een typische Belg geworden. En zo heeft men eigenlijk een ganse Belgische geschiedenis aan elkaar gebreid. Dus gebaseerd op mythes. Bijvoorbeeld wij hebben 1302 Vlaanderen, Nationale Feestdag van Vlaanderen. Maar dat is iets van Vlaanderen. De Brabanten zouden daar niets mee te maken. De Limburgers zouden nog minder mee te maken, want die waren bij Duitsland. De Luikenaars hadden niets mee te maken. Dus dat is eigenlijk een anekdote in de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen, die nu uitgeroepen geweest is tot nationale feestdag en de grote nationale dag van de Belgen. Wij hebben als basis de Vlamingen. Als de Vlamingen de Fransen onder het kunnen halen, dan maken we het gevierd worden. Maar dus het punt is dat dat 1302 populair geworden is. Populair geworden is dankzij conscience. Maar conscience die heeft daar 1302 geschreven, dat was een Belgische opdracht. Dus de staat België die had eigenlijk de grootste vijand van België, vooral onder Napoleon III. Dus de vrees eigenlijk van geannexeerd te worden, niet meer door Hollanders, maar door Frankrijk. En dus ze moesten zich verzetten tegen de Fransen. En daarom heeft de Belgische staat dus een bestelling gedaan. Nee, staatsprijs gegeven aan conscience om dus een anti-Frans boek te schrijven. En dat is dus De Leeuw van Vlaanderen. Het is eigenlijk een Belgisch en pro-Belgisch boek. Aan de voet van de Albertina. De Albertina, aan de ene kant de bibliotheek en aan de andere kant het congrescentrum dat volledig hernieuwd geweest is. Dus in feite zijn we weer aan de hieronder, de Noord-Zuid-verbinding met het Centraal Station. En dus in België heb je dus zeer vroeg het Zuidstation en het Noordstation. En dan heeft men die twee in de loop van de eerste elf van de 20e eeuw, heeft men die met elkaar verbonden. Ik geloof dat nu de 75e verjaardag is van de Noord-Zuidverbinding. En dan heeft men dus een groot deel van het oude historische Brussel neergeslagen. Dus al die gebouwen die je ziet, zijn dus wat we normaal zouden noemen een Stalinistische stijl. Het is een soort van modernisme. En men heeft dus van die tabula rasa gemaakt, dus van nieuwe gebouwen op de ring. Waaronder de bibliotheek. Hier staat gaan het monument van Albert I, onze derde koning. De roi chevalier, de koning ridder, die dus enorm populair was.
omdat hij dus de strijd gevoerd heeft tegen de Duitse bezetting in de Eerste Wereldoorlog. Ze noemen hem een halve socialist, omdat hij dus eigenlijk het algemeen enkelvoudig stemrecht is gekomen, pas in België enkel voor de vrouw, enkel voor de man. In 19 de vrouwen zullen moeten wachten in 47. Tot de 1947. En Albert Pommier, daar is dus een ganse mythe rond geweest. Dus eigenlijk heeft hij ook een eitje te pellen, heeft hij geprobeerd een eitje te pellen met de Hollanders. Want dus de Hollanders die hadden niet meegedaan met de Eerste Wereldoorlog. En op het congres van Versailles heeft hij geëist dat de Nederlanders een soort van boete zouden betalen aan België, dat ze België in de steek gelaten hadden. En ook dus dat Zeeuws-Vlaanderen, dat dus België had moeten afstaan naar de Belgische omwenteling, hadden we eerst Zeeuws-Vlaanderen gedurende korte tijd. Limburg en Luxemburg zouden mogen annexeren. Dus zelfs in 1919 geëist op het Congres van Versailles. Het Congres van Versailles is daar dat de overwinnaars straffen op de oplegd aan Duitsland. Maar natuurlijk, men heeft een wandelen gestuurd, want België stond vooraan op de parade bij de geallieerden, omdat men had een goed en dankbaar slachtoffer nodig en dat was dan België. En een held, dat was dan Albert I. Maar één keer dat de oorlog gewonnen was, heeft men dus Albert I snel wandelen gestuurd in Versailles en is er dus van die eis van dus, dat Nederland zou gestraft worden en dat België delen van Nederland zou annexeerd worden, is er niets van in huis gekomen. Het is bijzonder schandalig geweest van België, want de Belgische regering stond ook achter die eis, omdat de Nederlanders, er zijn ongeveer 1 miljoen Belgen gevlucht naar Nederland in 2014. En die zijn eigenlijk een groot deel daarvan, enkele 100.000, die hebben daar onderwijs genoten, die hebben daar onderdak gekregen, die hebben daar werk gekregen. Mijn grootvader en mijn grootmoeder langs vaders zijde, die zijn gevlucht in die tijd. En mijn vader is geboren in Nederland. Mijn moeder ook. Dat is dus eigenlijk een enorm ondankbaar geweest van de kant van België. Een echte schat. We gaan nu naar de overkant. Elisabeth, dat was de vrouw van Albert I, deel van Albert II. En Elisabeth was dus eigenlijk een Duitse prinses en in het begin van bij de oorlog was het een redelijk twijfelachtig aan welke kant dat ze stond, maar ze heeft zich dan ontpopt, de ganse propagandamachine, aan het werk gezet geweest als hij verpleegster was en aan het front de soldaten verzorgd en zo goed. Ze heeft dat wel een paar dagen gedaan, maar dat was dus vooral propagandistische propaganda opzet. Maar dus eigenlijk van gans het koninkrijk is dat de meest sympathieke figuur, omdat dat eigenlijk ook de rode koningin wordt genoemd. Zij sympathiseerde met de Sovjet-Unie en zij heeft heel wat kunstenaars naar België gehaald en eigenlijk hier de Elisabeth-wedstrijd gelanceerd met heel veel Russen die hier komen spelen zijn. Zij is ook naar Rusland gaan bezoeken, wat dat toen helemaal niet te doen was. Meer nog, zij heeft dus wanneer België erkende helemaal China, niet Rood-China, is zij naar Rood-China gegaan in de jaren 60, nee, eind de jaren 50, en heeft ze Mao Zedong ontmoet. Dus ik ben bij de Vereniging België-China, ga je ook waarschijnlijk nog altijd, of niet meer? Dan, ja, nog altijd. Maar wel, koningin Elisabeth was ook bij de Vereniging België-China. Nu niet meer. Gewoon niet meer. Ja. Dus een goede figuur die dus zeer controversieel, maar de socialistische arbeidsbeweging als enigszins verzoend is tegenover het koningshuis is toch omwille van Elisabeth II. Ja, we gaan nu eigenlijk de eerste Belgische vlag gemaakt dus in de loop van de opstand van de Belgen tegen de Hollandse bezetting. Zo hebben wij het geleerd. Hè. Ja. Het is anders. Dus eigenlijk de Belgische revolutie die is in feite in twee fases gebeurd. De eerste opstand heeft plaatsgehad in augustus. 25, 26 en 27 augustus heeft de eerste revolte geweest. Dat was eigenlijk een revolte van het volk tegen de honger. Dat was eigenlijk een hongeropstand. En men wilde eigenlijk brood en vrijheid wilden we. En de regering, dat was natuurlijk de Hollanders. Dat was zo op dat moment. Was vooral het overwicht van de Nederlanders in de Verenigde Nederlanden. En het volk is in opstand en de Nederlandse troepen zijn te ver verwijderd om te kunnen tussenkomen. En het is de Belgische bourgeoisie die dus een burger
deurwacht gaat oproepen en de gewapende burgermacht die als vlag de kleuren van de Brabantse omwenteling gaat nemen. Dus eigenlijk de vlag van de burgermacht, die gewapende milice bourgeois, de burgermacht, de macht van de burger, die gaat die arbeidersopstand neerslaan. En men hoopt, het enige dat de bourgeoisie terug de macht heeft, van in onderhandelingen te komen met de koning van Nederland en te zeggen, kijk, wij hebben voor u het gepeupel onderdrukt, geef ons meer vrijheden. Maar de koning was zodanig onhandig dat hij die boodschap niet begrepen heeft. En dus er is een tweede volksopstand gekomen in de septemberdagen, 24, 25, 26, 27 september. De burgerij is niet in staat geweest van die te controleren. Die is gevlucht. Zelfs die liberalen zijn gevlucht. Het volk had in september de macht hier in handen. En dan zijn de interventietroepen tussengekomen. Die zijn verjaagd geweest. Het volk had gewonnen. Maar ze hadden geen leiders. En dan is de bourgeoisie teruggekeerd. En die hebben het laken naar hun kant toegetrokken. En die hebben dan gezegd, we gaan een republiek maken. Algemeen stemrecht. Maar men heeft dus stuk voor stuk dat volledig afgeschaft. En uiteindelijk is men uitgekomen bij een reactioneer koninkrijk. Dat is de geschiedenis. De Grote Markt met het stadhuis, dat stond eigenlijk symbool van dus de vrijheden van de steden. En dus het was zo tijdens de middeleeuwen dat de Brussel en andere steden zoals Gent en zoals Brugge eigenlijk relatief veel vrijheden hadden. En het was elke keer de vorst die dus de vrijheden moest erkennen van die steden voordat hij aanvaard werd door de stedeling. Dus hier heb je het stadhuis dat ingebouwd is in een hooggotische stijl. En je ziet dus dat de toren niet perfect in het midden staat, maar dat het linkerdeel groter is dan het rechterdeel. En volgens de legende zou de architect, wanneer dat hij dat heeft ontdekt, zich van de toren hebben gegooid. Dat is niet zo. Het rechterdeel is ouder en het linkerdeel is jonger. En dus men had meer geld en men heeft het dan daar wat groter gemaakt. En je zult zien dat eigenlijk de rest van deze Grand Place, de Grote Markt, dat de stijl helemaal verschillend is. En eigenlijk geen stijl meer is van de middeleeuwen. Dus hier was eigenlijk wel het stadhuis als symbool stond voor de macht van de burgers van de stad, waren alle verschillende gildenhuizen. En de gildenhuizen waren dus de productieateliers die eigenlijk ieder zetel hadden. De beenhouwers, dat is daar aan de zwaan. Je hebt de brouwers, je hebt de huidenvetters enzovoort enzovoort. Elk huis was eigenlijk een gildenhuis. Maar dus die middeleeuwse gildenhuizen die zijn vernietigd geweest, omdat Lodewijk de 14e, Le Roi Soleil, in een van zijn vele oorlogen Brussel heeft laten bombarderen. En dus een derde van het toenmalige Brussel en ganse dit middeleeuwse gedeelte is platgelegd geweest door de bombardementen. Het enige dat overgebleven is in het stadhuis, om een eenvoudige reden dat de kanoniers een richtpunt moesten hebben. En dus ze zeiden, nu ga ik schieten links van het stadhuis. Links van het toren, rechts van de stad. En daarmee is eigenlijk het stadhuis vrijwaard gebleven. Dus hier op deze grote plaats is gekend, ook omdat Marx daar zit en daar gaat ze biet over uitleggen. Maar hij heeft ook een tijdje Victor Hugo hier gelogeerd. Victor Hugo, die eigenlijk een multimiljonair was, die is op een bepaald moment uit Frankrijk moeten vluchten, omdat hij tegen Napoleon III was. En hij is dus politiek asiel hier komen vragen. En hij heeft zich voorgedaan als zijnde een grote sukkelaar. En hij is dus met de steun van de stad Brussel heeft tegen een appartement, hier, er staat daar in de plaat, heeft hij mogen logeren. We gaan nu van de vleeshouders, de beenhouders. Dus dat is een gildenhuis, was het gildenhuis, dat was geen gildenhuis niet meer als Marx hier gekomen is. Hij heeft hier gewoond tussen 1845 tot 1848, heeft hij 3 jaar hier gewoond als panneling. Was eigenlijk al een café. Ik moet even terugkeren naar Karl Marx, we zijn eigenlijk niet zo, omdat we een stuk afgesloten hebben, ingekocht hebben.
We dan misschien de plaats waar Karl Marx geleerd heeft. Karl Marx heeft hier geleerd ongeveer op 7 verschillende plaatsen. Hij was zodanig arm dat hij zijn huur niet kon betalen en dus ervan uitmuisde op het moment dat hij zijn huur moest betalen. En zo heeft hij op 7 verschillende plaatsen gewoond. Karl Marx heeft hier samen zijn vriend Friedrich Engels filosofisch werk verricht. Hij heeft hier geschreven het einde van de Duitse ideologie. En dat is eigenlijk waarin dat boek ontwikkelt hij wat we het klassieke marxisme noemen. Het schema primitief communisme, slavensysteem, feodaal systeem, kapitalisme, socialisme, communisme. Dat idee, wat dat men later genoemd heeft, historisch materialisme, historisch en dialectisch materialisme, dat gaat hij dus met Engels volledig uitwerken. De eerste 2 jaar. En het derde jaar gaat vooral in tegenstaan van de organisatie. Hij gaat dus eigenlijk aansluiten bij de Bond der Rechtvaardigen. Dat was een geheime genootschap van Duitsers. Van Duitsers die overal Duitse kleren maken, die overal in Europa zaten. In de tijd van de kluit was de stikmachine bestond niet. Het was allemaal kleermakers. Dat waren dus heel goede vakmensen. En die zaten over andere 300 gezinnen, 3000 gezinnen zaten hier in Brussel. 30.000 kleermakersgezinnen zaten er in Parijs. En dus dat waren grotendeels communisten. En dus Karl Marx gaat aansluiten bij die organisatie, maar hij gaat zijn voorwaarden stellen. Hij zegt, we moeten de slogan, alle mensen zijn broeders, moet weg, zegt hij. Want ik ben geen broeder van de kapitalist, ik ben geen broeder van de koning. Dat moet weg. Proletaris, alle landen verenigd u. Hij zegt, wij moeten ons naam veranderen, Bond der Rechtvaardigen. Rechtvaardigen, wat wil dat zeggen? Voor een bourgeois is rechtvaardig iets anders dan voor ons. Het moet zijn Bond der Communisten. Hij zegt, we moeten een ander programma schrijven. En hij gaat hetzelfde opdracht. En ze zeggen, ja, we willen wel een ander programma, maar schrijf het maar zelf. En dus hij gaat de opdracht krijgen van de Bond der Communisten van een manifest te schrijven. En eerst gaat hij dat in de vorm proberen te doen van het kapitalisme. Engels gaat er ontwerpen doen, maar zeg je altijd een beetje te kinderachtig. Dat heb ik veel gedaan toen. In de vorm van kapitalisme, de socialistische beweging. Dat is wat kinderachtig. Ik ga een manifest schrijven. En het is dus in Brussel, najaar 47, dat hij een kapitalistisch manifest heeft geschreven. De mythe vertelt dat hij dat hier zou gedaan hebben met een dikke sigaar en een fles wijn. Dat is zo'n beetje anticommunisme, want ze zei ja, Karl Marx die genoot van het leven, terwijl hij zijn gezin in de steek liet. Hij joeg het geld door deuren en vensters. Hij wil de maatschappij, de economie in de maatschappij organiseren en hij is niet in staat voor zijn eigen economie. Dat was eigenlijk een kleed die zich ook in zijn doel. Dame uit Zeeuws-Vlaanderen, zeker Petronella. Petronella, die liggen begraven aan de andere kant. Alleen aan de andere kant, maar we zullen geen tijd meer om daar naartoe te gaan. Daar liggen zij begraven. En langs de kant van Dollanders zijn ongeveer 450 slachtoffers gevallen. Dus omdat zij daar eigenlijk in dat park zaten wel de bomen, maar dat beschrijft niet zodanig. En dus de Belgische patriotten die hadden kanon aangesleept en bestookten de. Dat is een naam voor dat. Dat is een naam voor dat. Dat zijn de Brusselse. Zijn de Brusselaren? De Brusselse ketjes. Samen met de democratische organisatie hier feest vierde.
die democratische organisatie, daar zat Karl Marx ook bij. Dat was eigenlijk L'Association Democratique, dat was eigenlijk wat we vandaag zouden noemen links-liberalen. Het waren mensen die dus republikein waren en die vonden, en democraat waren, en die vonden dus eigenlijk dat de Belgische revolutie was verraden door de bourgeoisie. En die wilden algemeen stemrecht, meer democratie, vrijheid en dergelijke meer. En Karl Marx die had daarmee, die was ondervoorzitter, omdat hij zegt dus de linkse intellectuelen en de arbeidersklasse moeten front vormen tegen de reactie. Dus eigenlijk wat we vandaag noemen de frontvorming. En hier heeft hij, niet in dit café, maar in een ander café-restaurant afgebroken in de Zwarte Zusterstraat, heeft hij een conferentie gegeven die eigenlijk nog zeer actueel is en ons terugbrengt op de mondialisatie. Dus dat was een groot discussiepunt, ook binnen de liberale bourgeoisie en binnen de arbeidersklasse. Protectionisme of vrije grenzen. Open grenzen, vrije markt. Vrije markt, hè. Vrij handel, laat ik zo zeggen, of protectionisme. Dus een deel van de bourgeoisie, vooral in Engeland, maar ook in België, een deel van de bourgeoisie die eiste, en de meerderheid van de Engelse bourgeoisie, eiste vrij handel. Waarom? Omdat zij willen natuurlijk met hun producten overal naar buiten gaan, maar zij zeiden wij moeten ook toelaten dat buitenlandse producten naar binnen komen. En waarover ging het? Vooral het graan. Dus een deel van de Engelse bourgeoisie waren grootgrondbezitters en die hadden controleerde de prijs van het graan. En doordat het graan zeer duur was, was het brood zeer duur en moesten de burgerij, de industriële burgerij, de arbeiderslonen op het niveau van het brood halen. Want als je de arbeiders niet kunnen voeden, kunnen ze niet komen werken. En ze zijn dus tegen de arbeiders, kijk, vecht voor vrije handel samen met ons, dan gaat het broodprijs naar beneden gaan. Ja. En zij tegen de industriële bourgeoisie, vecht samen met ons. En die niet mee wil, vecht samen met ons voor vrijhandel. Dan gaat het brood goedkoper worden, zodat we arbeiders minder moeten betalen. Ja. En zo Marx legt dat heel dat hypocriet spel legt hij helemaal uit. En dus, ze vragen hem op het einde van dingen, één grote kritiek tegenover de vrije markteconomie. De vrije markteconomie en tegen de vrije handel en tegenover het internationaal kapitaal. Hij beschrijft dan wel al zijn vreedheden, gelijk dat vandaag de vreedheden in de derde wereld te zijn van de mondialisatie. En op het einde vragen ze, ja maar voor wat zij er nu? Hij zegt, echt, ondanks al de miserie dat dat meebrengt, zegt hij, ben ik voor de vrijhandel, zegt hij, tegen het protectionisme. Want protectionisme is een overblijfsel van de middeleeuwen. Ik ben voor de vrije markt, voor de internationale handel. Dat is een verhoging van de uitbuiting van de arbeidersklasse, maar dat brengt de economie op wereldschaal tot bloei. En de arbeidersklasse van alle landen kunnen zich leren kennen en in de gemeenschappelijke strijd vechten voor de proletarische revolutie, wereldrevolutie. Dat was zijn schema. En dus iedereen sloeg er achterover. Dat was natuurlijk boel, hè. Dat was Marx en over de vrijhandel. En als je dat boekje leest over de vrijhandel, je kunt het op www.marxist.org kunt het vinden. Karl Marx in februari 1848 heeft hij een discours gegeven. En die is eigenlijk, als je dat leest en de mondialisatie, die nu een debat is eigenlijk, hè, de mondialisatie, hoe zegt men dat? Ja, is het mondialisatie? Ja. In zijn achterhoofd heeft, kan men daar heel wat nog uithalen. Paul Bru. Zeggen wij, de flikken van Brussel. En hier binnen heb je de cellen. Dus als je gearresteerd wordt voor een nacht of zo, kan je hier zitten. Dus veel syndicalisten en mensen in de jaren 70 en 80 vochten we regelmatig met de flikken tegen ons. En dan werden wij gearresteerd en dan werden we hier in de Amigo gestoken, in die cellen gestoken. En dan noemen men eigenlijk, in Brussel, de Brusselaars noemen de cellen de Amigo. Want dat is eigenlijk, maar je hebt ook een amigo, de echte amigo is aan de andere kant, maar die is afgebroken, de stadsgevangenis is afgebroken en daar staat nu een luxe hotel en die heet ook l'amigo. Maar niemand weet in feite dat daarover gaat. Maar de amigo, waarom is dat een Brusselaars een cel een amigo noemen? Eigenlijk dat was een straat waar die straat was de Vroenstraat. De Vroenstraat was in het Brabant, was de gevangenisstraat. En heeft dan verward, vriend, mijn vriend, en de Spanjaarden zeiden amigo. En daarmee, de Brusselaars om ermee te lachen, die noemden een amigo. En dat is nu altijd een amigo. Iedereen weet wat dat dan betekent in een amigo zitten. Die was heeft dan met Karl Marx te maken. Eigenlijk veel.
Maar Karl Marx is dus nog altijd banneling in Brussel en heeft dus een stevige organisatie uitgebouwd. En er is in Parijs in februari 1948 is er een opstand, de proletarische opstand. En dus die proletariërs samen met de links-liberale bourgeoisie wint die revolutie en zij gaan dus een sociale republiek stichten. Die gaan natuurlijk snel afkalven, maar dat is een ander verhaal. En Karl, en Waals, we zeggen altijd, als het in Parijs regent, dan pist het in Brussel. En dus hier wilden die democraten, die wilden dus ook een republiek. En die zeiden, allee vooruit, we gaan er ook een revolutie maken. En dus Leopold Maria had een groot nadeel. De rechtsliberalen met Roger hadden hier de macht. Die regering. En die hebben gezegd, dus een deel van de bourgeoisie wilde geen revolutie. Die hebben zich gedesolidariseerd met die republikeinse beweging om in de regering. En Roger, van de Rogierplaats, die zegt, die eerste minister was liberaal, zegt tegen de koning, doe dat alsof dat gaat aftreden. Ah ja, zegt Leopold I, ik treed af. En in plaats van de revolutie te maken, beginnen ze te vieren. En dat waren nog enkele harde kernen die revolutionair waren. En die gaat men dus uit elkaar kloppen en in een bak steken. En Karl Marx had er juist op dat moment had hij 4000 goudfranken erfenis gekregen. En dat was enorm veel, maar die direct had hij 3000 daarvan geïnvesteerd om wapens te kopen. En de Belgische politie dacht, de veiligheid dacht dat dat voor de Belgische revolutie was. Maar dat was niet voor de Belgische revolutie, dat was voor de Duitse revolutie. Maar dus wat gebeurt, dat ze arresteren Marx. Hè, als een soort van terrorist. Hè. En dus ze gaan hem opsluiten hier in de Amigo. En dus zijn vrouw is in paniek en die gaat achter haar man zoeken. En ze komt de vlieg tegen en ze zegt, ja, mijn man is gearresteerd. Wacht, zegt hij, kom met mij mee, we gaan u bij hem brengen. Maar wat gebeurt er? Ze steken haar ook in een bak samen met de oeren. En dus zanderdaags wordt zowel Karl Marx als Jenny van Westphal worden dus losgelaten en ze worden onmiddellijk uit het land uitgestuurd. Omdat dus bleek dat niet voor de Belgische revolutie was dat geld, maar voor de Duitsen. Worden direct het land uitgestuurd en zij worden dus expulseerd, hoe noemen dat, uitgewezen, gewapende hand uitgewezen. Dus die uitdrijving van Karl Marx, dat is een echte schande geweest. Waar ging ze naartoe? Parijs. Dat Parijs, omdat daar dus de brandtacht was van de revolutie. Het heeft daar ook niet lang geduurd. Hij zou ook moeten vluchten. En dus Karl Marx, die uitzetting van Karl Marx is enorm besproken geweest in de kranten. Zelfs die commissaris is berispt geweest, die flikken zijn gestraft geweest. Er zijn parlementaire vragen overgesteld geweest, er zijn regeringen die moeten tussenkomen. Waarom? Niet omwille van Karl Marx, gevangenis, dat was toch maar een revolutionair, een terrorist. Maar zijn vrouw Jenny van Westphalen, dat was bijeenkelet de communist, alhoewel dat ze een communist was, was een dame van adel. Ja, en men stik een dame van adel bij de oeren. En dus dat was het grote schandaal. Ja. Natuurlijk, Karl Marx en Friedrich Engels hebben natuurlijk van dat onnozel schandaal gebruik gemaakt natuurlijk om België aan te klagen en de repressie in België aan te klagen. Karl Marx zit dan in Parijs gezeten, meegetrecht te profiteren van die revolutie. Die revolutie wordt neergeslagen door de bourgeoisie in juni. Hij moet dan vluchten. Hij gaat dan prachtig deel te nemen aan de Duitse revolutie in 1848. Die wordt ook neergeslagen. En Marx gaat dan naar Londen, zodat hij de rest van zijn leven gaat zitten. Hij gaat daar eerst in armoede zitten. Hij gaat daar kapitaal schrijven, in 1964 geloof ik. Hij gaat eerst internationale stichten in 1964. Hij gaat dan het kapitaal schrijven en uitgeven in 1967. Hij gaat daar zijn oude dagen slijten. Hij is gestorven in 65 jaar. In 1883. Engels heeft dan zijn werk verder gezet en die is gestorven op 75-jarige leeftijd in 1895. Op het moment eigenlijk dat hij voorzag dat er een Eerste Wereldoorlog kon komen. Voilà, dat is eigenlijk het parcours geweest van Marx in Brussel. Een beetje doorweven met de Belgisch-Hollandse geschiedenis. Ik hoop dat het niet te ingewikkeld was. Super! De wereld is genoeg. Super!